Bij deze wil ik iedereen van harte welkom heten op deze vernieuwde manier van de Van Gelder lezing. Uit nood geboren natuurlijk. Want normaal zouden we bij elkaar komen in het bezoekerscentrum van DNB om de lezing fysiek aan te horen. Dat was heel erg leuk geweest, want dat zou de laatste keer geweest zijn in het bezoekerscentrum zoals we dat kennen op de Servatiestraat. Het pand is verkocht en is straks geen DNB meer. Het voordeel is, over 4 jaar hebben we een fantastisch nieuw bezoekerscentrum waar we jullie met alle egaars kunnen ontvangen. Nou, dat duurt nog heel lang. Ik hoop volgend jaar dat we wel weer fysiek bij elkaar kunnen zijn. Voor dit jaar ben ik heel blij dat we toch een manier hebben kunnen vinden om elkaar te zien en om een interessante lezing te kunnen faciliteren voor jullie. Nou ja. Dat zijn de mankementen en de beperkingen van dit jaar. En verder hoop ik op een hele interessante lezing. Ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat dat gaat lukken. En wil ik graag het woord geven aan de voorzitter. Dank je, Annemieke. Ja, dat zal zonder beeld moeten gebeuren, want ik probeer wel de video te starten. Maar hij zegt dat ik dan ergens anders, dat hij aan het werk is en dat dat niet gaat. Dus ik denk dat het niet heel erg verstandig is om nu te proberen dat probleem op te lossen. Dus u zult het zonder mijn slaapkamer en zonder mijn bibliotheek moeten doen. Ik zit in de bibliotheek, in mijn eigen studeerkamer. Dus dat moet u er maar bij bedenken. Ik wil u van alle van harte welkom heten bij deze bijzondere Van Gelder lezing. Allereerst wil ik de Nederlandse Bank graag dank zeggen voor opnieuw de gastvrijheid. Maar ja, we zien allemaal en we realiseren ons allemaal dat dat een andere gastvrijheid is dan dat we tot nu toe gewend zijn. Maar het is een gastvrijheid die denk ik wel heel erg goed past bij dit thema. Want de spreker, Simon Lelieveld, zal zo meteen een hele nieuwe soort en een hele nieuwe vorm van geld gaan belichten. Eigenlijk de vorm van de toekomst. En misschien gaat het zelfs om vormloze dingen, dingen die helemaal niet te pakken zijn. Het onderzoek zal piketpalen zetten voor deze ja, eigenlijk vrij nieuwe tak van de numismatiek. En ik denk dat veel van de leden van het genootschap en misschien ook veel van de toehoorders nu toch gewend zijn aan oude vormen van geld. Dat je een stukje goud of een stukje zilver of een stukje koper of een stukje brons omdraaide. En dat je dan kon kijken naar het prachtige werk en technische vernuft van de makers. Voor die mensen en ook voor alle andere toehoorders wil ik zeggen... Gerst u uw stoelriemen voor deze bijdrage heel erg goed vast. En stelt u zich vooral open voor hele nieuwe inzichten. Maar wel inzichten die voortbouwen op de geschiedenis van geld zoals wij die kennen. Ik wil graag het woord geven aan Simon Lelieveld met zijn bijdrage, met zijn Van Gelder lezing over moderne betaalmiddelen. Hoe verzamelen we die? En voordat ik dat doe, wil ik graag in ieder vragen. En daar zien we ook weer dat we niet fysiek bij elkaar zijn. Normaal zou ik vragen, denkt u eraan dat u na afloop uw telefoon weer aanzet? Ik wil u nu vragen, denkt u eraan dat u na afloop uw geluid weer aanzet? Simon Lelieveld, the floor is yours. Ja, dat is de klassieke vergaderfout. Op mute staan en heel enthousiast beginnen terwijl je op mute staat. Goed. Hartelijk dank. Ik heb hier de startslide staan en hier heb ik de slide staan die soort in maart voorbij kwam. Ik ben vereerd dat het Koninklijke Genootschap en het NNC, de Nederlandse Bank, mij hebben uitgenodigd voor deze lezing. Er zijn zeer, zeer veel bijzondere sprekers voor mij geweest. En ik ben zeg maar een gewone bedrijfskundige die in het betalingsverkeer verzeld is geraakt, ontzettend nieuwsgierig is. En toen ik deze tekst voor me zag van creditcardchecks en de praktijk van het verzamelen van moderne monetaire objecten, toen dacht ik, ja, ik heb mijn zolder vol liggen met spullen. Ik heb allerlei dingen op dit vlak, allerlei geschiedenisboeken doorgenomen. Dit is een kolfje naar mijn hand. Alleen, hoe ga ik dat onderzoek doen? Want ik heb gewoon een baan, ik doe advies en hoe ga ik dit doen? Nou, geen idee.
Dus ik heb een berichtje geschreven naar de Van Gelder Commissie en zeg, dit lijkt me geweldig. Ik heb ontzettend leuk idee. Ik heb echt helemaal geen tijd voor onderzoek. Dus als jullie gewoon onderzoekers vinden, dan denk ik wel mee over een raamwerk. En ja, wat uiteindelijk gebeurd is, is de onverwachte coronacrisis natuurlijk, de pandemie. Waardoor de commissie zei, ja, nou ja, van onderzoeken komt toch niks dit jaar. Laten we gewoon de lezing doen en dan zien we daarna weer verder. En eigenlijk is dat een model waar we het beste van gaan maken en ik zie er echt naar uit. Ik heb een aantal slides. De vraagstelling is, goh, als alles aan de linkerkant van dit plaatje zien we dat het aan het begin van de vorige eeuw nog flink veel munt- en bankbiljetten was. En dat zakt redelijk. Dat zien we in de tabel verdwijnen. Het is de hoeveelheid, de percentage contant geld ten opzichte van de totale liquide geldhoeveelheid. Je kunt dat verklaren. Je kunt er een heel verhaal bij houden. Je ziet de Eerste Wereldoorlog, de wederopbouw, de Tweede Wereldoorlog, de introductie van de girorekening, de salarisrekeningen. Je ziet girale betaalmiddelen. Hier en je ziet vervolgens de introductie van de euro, waar het heel erg naar een dieptepunt zakt. En dan contactloos betalen en de vraag, wat volgt er dan? Ja, wat er dan volgt is eigenlijk ook door de tijd een gegeven. De verschuiving van contant betalen naar pinnen. En dat wordt dan nog een keer versterkt door het feit dat we de corona maatregel hebben om eigenlijk zo min mogelijk met bankbiljetten te betalen. Dus dat is de kleur. En de kleur van de vraagstelling. En ja, de vraag, wat betekent dit nou voor de verzamelaar? Ik heb een foto opgedoken uit het Nationaal Archief van Jacques Schulman. En ik heb dat gedaan omdat ik denk dat velen van u ontzettend veel meer zegt dan mij. Ik zit met mijn hoofd in allerlei giraal betalingsverkeer en dit is echt de munten- en bankbiljettenkant. Ik weet dat mijn vrouw, die koopt altijd bij het nog bestaande bedrijf, geloof ik, cadeautjes voor mij als ze mij weer wil verrassen met zilverbons of allerlei mooie dingen uit de numismatische geschiedenis. Maar de vraag is, ja, hoe verandert nou als alles digitaal wordt het verzamelobject en de definities? Wat gebeurt er? En hoe verandert het verzamelen zelf? Dat zijn een soort twee hoofdthema's die je kunt neerleggen als je kijkt naar digitalisering van geld en moderne betaalmiddelen. Want eigenlijk waren er al moderne betaalmiddelen voordat we digitaal waren. En dat hoop ik ook zo meteen met een voorbeeld voor het voetlicht te brengen. Laten we kijken naar vandaag. Ja, ik heb hier rechts een prachtig mooi spreekgestoelte waar ik anders achter had gestaan. En u had in die zaal gestaan, laten we het zo maar zeggen. Ja, dat gaat hem dan helaas niet worden. Maar de indeling van de lezing is, ik wil u kort uitleggen waar ik vandaan kom. U weet al iets dat het uit het girale betalingsverkeer is, maar ik denk dat het handig is om dat verder toe te lichten is. En ik ga u meenemen op reis, daar komt het eigenlijk op neer. Het is een hele mooie indeling, vooral ook voor mezelf als geheugensteuntje. Ik zou zeggen, laat u verrassen, u krijgt van alles. We gaan van alles meemaken. En de gedachte is ook dat we aan het einde, u kunt ook tussendoor in de chat al allerlei vragen stellen. Jan Lucassen is zo vriendelijk om daar met een alert oog op te letten, zodat we vragen ook tijdens het verhaal al kunnen verzamelen. Ik heb geprobeerd het zo te structureren dat ik als een soort stoomboot door kan gaan. Het voorstellen zal ik dan bij deze doen. Je ziet, ik heb bijna dezelfde stropdas aan en iets minder haar, maar voor de rest ben ik het echt. Ik ben bedrijfskundig ingenieur. En ik ben in 1989 in Twente afgestudeerd. En dat deed ik op het toen frisse en nieuwe onderwerp PIN. Elektronisch betalen was net in de kinderschoenen. Er waren net consumentenvoorwaarden vastgesteld. En ja, daar begint mijn loopbaan eigenlijk. Ik startte bij de Postbank. En ik heb hier ook direct de Postcheque Girodienst, Gemeente Giro Amsterdam en de Rijkspostspaarbank toegevoegd. Want binnen de Postbank, die toen net geprivatiseerd was, waren heel duidelijk bloedgroepen te ontdekken. En ik voelde aan alles die geschiedenis, een hele bak geschiedenis van het betalingsverkeer naar me toe komen. En die heb ik als in mijn eerste baan opgezogen als een grote spons, zeg maar. En mijn eerste opdracht, want je moet zo'n jongen die dan net afgestudeerd is, moet je ook wat te doen geven, had te maken met de chipkaart in Woerden. Dat was een proef. De winkeliers van Nederland die dachten, ja, dat is leuk, die banken met dat pinnen, dat wordt vast te duur. We willen graag een offline chipkaartproef doen, omdat het dan goedkoper is.
En ik mocht gaan uitzoeken wat is het backup scenario als de chips die uit Japan moeten komen, als die niet zouden arriveren. Dus ik mocht, ja, echt een volstrekt zinloze opdracht. Maar het was een prima opdracht omdat ik lekker het hele bedrijf door kon wandelen. En aan iedereen de vraag kon stellen, ja, wat doen we als die chips niet aankomen? Dan, nou ja, je werd vriendelijk, meewarig, positief ontvangen. Het was een, ja, een soort kennismaking, CQ-ontgroening. Ik heb daar allerlei dingen gedaan. En aan het eind van die 5 jaar die het uiteindelijk geworden zijn, werd er een chipknip gelanceerd. Een elektronisch betaalproduct met een kaart waar je saldo op stond. Zo rond dat moment stapte ik eigenlijk over naar een Nederlandse bank. Want we zaten op dat moment 1995 eigenlijk allemaal het jaar de euro voor te bereiden. De komst van de euro en het jaar 2000. Dus commercieel was het niet zo boeiend. En bij de Nederlandse bank, ja, daar werd het op dat moment extra gezellig. Er was dus die nieuwe chipknip in de markt. De vraag deed zich voor, er was DigiCash, er was internetgeld. Hoe moet je dat dan reguleren? Is dat dan eigenlijk wel geld of is dat geen geld? Er was een kaart, ook weer op een chipkaart, Mondex. Nou, daar zat allemaal elektronisch geld op. En dan kon je naar elkaar betalen. Nou, dat de grote buikpijn in de werelden van de centrale banken. Van wat is dat? Wat doet die techniek? En ik zat op dat moment met mijn kennis bij de Nederlandse bank heel dicht bij het vuur. Kon meedenken over hoe ga je daar toezicht op houden? Hoe zit het technisch in elkaar en al dat soort zaken? Kon ook getuige zijn van de grote ruzie die uitbrak tussen banken en postbank. Want dat kaartje daarboven, deze chipknip, is vrij uniek. Omdat de chipknip, postbank heeft heel snel de chipknipkamp verlaten om met de chipper te beginnen. Dus dat... Dat maakte ik mee met in geuren en kleuren. En ik heb daar de geschiedenis van de pincode uitgezocht. Nou, ik ben naar het archief van de Nederlandse Bank gegaan. Het bedrijfsarchief. En daar heb ik twee van die grote karren. Waar je gewoon, gewoon twee hele grote karren, één kamer vol. Met dozen doorgenomen om te zien. Wie heeft nou eigenlijk wanneer verzonnen dat we een pincode gingen gebruiken in het Nederlands betalingsverkeer. En waren dat nou de banken of was dat een eis van de Nederlandse Bank? Dat was een relevante vraag op dat moment. En toen ik die twee bakken doorgenomen had, toen dacht ik, ja, toen was ik verkocht. Toen had ik zoveel mooie verhalen gelezen. Dat promotieonderzoek naar de geschiedenis van betalingsverkeer, dat ging er komen. Nou, dat is 1997 en het promotieonderzoek is nog steeds in de stijgers. Ik ben zelfstandig adviseur geworden. Ik heb mij toen bezig gehouden met nieuwe betaalvormen met de mobiele telefoon. Nou, u ziet wel hoe hip en modern die telefoon er toen uitzag. Maar dat was wel die tijd, zeg maar. Dus avant la lettre, het mobiel bankieren als het ware. Ik heb na 3 jaar ben ik overgestapt en ben ik naar de Nederlandse Vereniging van Banken gegaan. Daar heb ik heel veel in het betalingsverkeer gedaan. De overgang naar het Europees betalingsverkeer voorbereid. En daar zit dan regelgeving en techniek achter. Vervolgens ben ik, toen ik daar mij redelijk de schrompers gewerkt had, ook aan de financiële crisis, heb ik daar de deur dicht gedaan. Een korte time-out genomen. En ik ben aan de slag gegaan weer als zelfstandig adviseur. Ik adviseer partijen zoals de uitgever van de Boekenbon. Dat is een partij die achter de schermen bestaat. Ik zit op dit moment veel in de cryptowereld. En ik heb ook de tijd genomen om financieel erfgoed op te starten. Want het was mij wel duidelijk. Die geschiedenis, daar wil ik wat mee. Dat wil ik bewaren. Daar wil ik mooie dingen mee doen. Dus apps, lezingen, verhalen, workshops, noem maar op. Ik heb zoveel leuke dingen tegengekomen die ik graag deel. En ja, of dat dan de vorm van een promotieonderzoek krijgt, ik waag het te betwijfelen, wellicht ooit. Maar in de tussentijd doe ik gewoon met financieel erfgoed alle dingen die ik mooi vind en die ik de moeite van het bewaren waard vind. En dat is dus een digitaal museum, financieel erfgoed op de kaart. Ik heb een audiotour gemaakt. U kunt vanaf het DNB bezoekerscentrum naar het Beursplein wandelen met de audiotour en krijgt dan allerlei verhalen uit de financiële geschiedenis in uw oor gefluisterd. Ik heb de gelegenheid te baat genomen om uit te diepen 4 belangrijke vrouwen uit de geschiedenis uit de financiële geschiedenis. Waaronder natuurlijk Johanna Borski, maar ook Louise van den Bergen, iemand uit de PCGD-omgeving. En zo als de tijd het mij toestaat, dan verzin ik allerlei dingen die me de moeite waard lijken. En een van de dingen was dat er een chipknip-transactie was, die de allerlaatste transactie van Nederland zou zijn. De allerlaatste Nederlandse transactie. Want daarna zouden we echt alleen nog maar met Europese betaalmiddelen spreken. Het Financieel Erfgoed Initiatief is een non-profit initiatief. Het is, ik prijs me gelukkig met aan de ene kant in het comité van aanbeveling Klaas Knot en aan de andere kant Joost Jonker. En wie beter dan Joost Jonker zelf kan even uitleggen waarom financieel erfgoed zo belangrijk is. Ik hoop dat het geluid het doet overigens.
visuele erfgoed is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse erfgoed. Het vertelt heel veel over de positie waar we zijn en dus ook over de mogelijkheden van waar we heen gaan en heen willen gaan. Dat geeft ons meer keuzemogelijkheden om te begrijpen. Ik begrijp dat het moeilijk te verstaan is. Dan kan ik u alleen maar vertellen dat Joost Jonker benadrukt hoe belangrijk het is dat we met geschiedenis omgaan en hoe bijzonder het Nederlands betalingsverkeer is. En dat het daarom ook belangrijk is om bijzondere momenten te markeren, zoals het moment van die allerlaatste chipknip-transactie. Waar ik ook, wat heel erg leuk is, vanuit de werkcontacten die er waren, kreeg ik het verzoek, want ik had een beetje aan de weg getimmerd met van die herdenkingsbijeenkomsten over 40 jaar geldautomaat. En ik kwam het verzoek, is die bijzondere geldkaart die er is gekomen, die sinds 1976 in Amsterdam is, zou die gebruikt mogen worden in de tentoonstelling van de 50ste verjaardag van Willem-Alexander? Nou ja, ik voel mij vereerd, maar ik was vooral zeer dankbaar aan John Giegegak. Dat is degene die achter de schermen bij de gemeente Giro Amsterdam met een aantal andere mensen die techniek heeft gerealiseerd. En zo landde de geldkaart, zeg maar, als modern monetair betaalobject in het Koninklijk Paleis. Dus ik ben met John op de opening, of voor de opening zelfs, werden we ontvangen, mochten we kijken bij de... bij de tentoonstelling en zien hoe dit stukje moderne monetaire geschiedenis al geëxposeerd werd. Nou, dat zijn ook gewoon ontzettend leuke dingen. Een van de laatste projecten die ik heb gedaan, ik deed rondleidingen. Ik wees naar de tekst Nou op de boom die voor de beurs van Amsterdam stond. Die boom werd helaas omgezaagd. Ik dacht, dat kan niet waar zijn, zo'n stukje geschiedenis. Ik wil op zijn minst dat stukje Nou eruit halen en mooie dingen ermee doen. Dus hij is naar Stadshout gegaan. Samen met Stadshout hebben we hem in stukken gezaagd. Met Daan, Simons en Walter Vree hebben we er munten van gemaakt. Met Ron Peperkamp van de Kunstreservebank hebben we die munten geslagen. Houten munten geslagen. Dit is het ontwerp. Dit is de uiteindelijke munt geworden. En die is dan, hoe wil je het geloven of niet, in de numismatische collectie van de Nederlandse Bank ook nog terechtgekomen. Dus ik... ben op allerlei mogelijke manieren veel meer in de munten- en penningenhoek terechtgekomen dan ik ooit had gedacht. En hier ziet u de munt in een boekje. En eigenlijk het ontwerp van de munt, daar neem ik u kort graag in mee. Now is the past, is the present, is the future, is the now, is the past, is the present, is the future, is the now. Dit is eigenlijk wel de rode draad die ik probeer te hanteren in hoe je kijkt naar geschiedenis, in hoe je in het leven zou kunnen staan. Er zijn zoveel mooie dingen te leren, dus aan de bak. Laten we dat doen. Daar gaan we. Deze 10 gulden, die is mij natuurlijk veel minder bekend dan u. Maar ik dacht, ik laat hem zien, want dan beginnen we bij u als publiek. De kenners zullen hem direct herkennen. En ik moet het altijd opzoeken welke 10 gulden het is. Het is uit 1842, meen ik. Als we naar nog een andere 10 gulden gaan, dan is dat deze. Maar er is nog een 10 gulden waar ik u mee naartoe wil nemen. En daar begint eigenlijk het verhaal van die moderne monetaire objecten. En die 10 gulden die komt ook uit de archieven van de Nederlandse Bank. En dat is het archief gemeente Giro. Kijk, daar is een heel mooi biljet. Wat zien we hier? We zien hier een Giro biljet. En daar staat op dat het Giro kantoor schrijft 10 gulden over uit... het tegoed van een bepaalde rekeninghouder. Nou, de rekeninghouder staat daarboven vermeld. Was getekend door meneer Keegstra. Nou, hier hebben we hem. Een foto uit zijn familiearchief die ik van de familie heb gekregen. En dit was de gemeente Giro Amsterdam die dit logo hanteerde. Nou, deze 10 gulden kon je als rekeninghouder vragen. Je deed een verzoek om een gewaarmerkt girobiljet te krijgen van 10 gulden. En die kon je vervolgens, hij werd dan getekend, en die kon je daarna kon je hem overhandigen aan iedereen anders in Amsterdam. En we zien dat dat nog niet is ingevuld voor wie die is. En dat was de bedoeling. Want zo kon die als een bankbiljet gaan circuleren. En degene in Amsterdam die zei, ja, maar ik wil toch wel gewoon dat geld op mijn gemeentegiro-rekening. Want de gemeentegiro in Amsterdam was sinds 1917 opgericht. En dit biljet kwam zo'n beetje 5 jaar na dato in omloop. Gemeenteambtenaren werden ook, kregen zeg maar spontaan verplicht, laat ik het zo maar even noemen, een rekening bij de gemeente Giro.
En ook woningbouwbedrijven waren, nou ja, werden gemotiveerd. Een aantal partijen werd gemotiveerd om aan het systeem deel te nemen, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat een zekere kritische basis, een kritische massa. Het bleef voor de gegoede bevolking, was echt niet zo dat de heel Amsterdam nou met die gemeentegierenpullen bezig was. Maar dit was een innovatie van de directeur. En die bankbiljetten, daar is natuurlijk wat mee. Je wil je naam op een bankbiljet hebben. Nou, hij ook, een handtekening. Hij was zeer content daarmee. Dit was weer een mooie innovatie die hij kon bijschrijven op zijn konto. Het was een innovatieve man die allerlei bijzondere dingen heeft bewerkstelligd. Maar het gaf een beetje hommeles in het bankaire systeem in Amsterdam. Om een aantal redenen. Maar hier zien we hem staan. Keegstra was van de gemeentegiel Amsterdam. De president van de Nederlandse Bank, meneer Vissering, heeft in 1908 een heel mooi boek geschreven over hoe gyrosystemen prachtig voor de economie zijn. Dus die stond aan zijn zijde. En het feit dat de gemeentegiel Amsterdam zich een beetje in dat betalingsverkeer en het geldverkeer gaf, omdat ze door het betalingsverkeer ook fondsen naar zich toe haalden en niet meer bij de bank hoefden te lenen, dat zat die bankiers niet zo lekker. En hier hebben we een aantal van die bankiers van de Nederlandse Handelmaatschappij en een man om wiens hoofd een kringetje staat, was degene die naar de Nederlandse bank ging. Ze hadden al langer geklaagd over de gemeentegiro, want dat was valse concurrentie, maar nou was het toch echt niet oké. En ze hadden een heel goed argument. Ze gingen met het biljet naar Vissering, dat kunnen we dan zien in de archieven van de Nederlandse bank, en die zei, en er werd gezegd, joh, jij bent altijd zo positief over de gemeentegiro, terwijl ze gewoon ons marktaandeel afpakken. Maar ja, nou pakken ze jullie markt af, wat vind je daar nou van? Ja, dat was toch niet helemaal oké. Dat is nu inderdaad, ze zitten op de markt. Maar het was lastig, want het uitgeven van een bankbiljet was niet als zodanig verboden. Wat gaan we doen? Juridisch advies vragen. Dus er werd een juridisch advies gevraagd. Wat moeten we hiermee? Hoe kunnen we deze situatie oplossen, aanpakken? Conclusie, ja, het is een promesse aantoonder. Ja, je kan er niet zo heel veel mee. Misschien kan je wat zegelrecht vragen en dan wordt het economisch onprettig. Om zo'n bankbiljet uit te geven. Want om 10 gulden uit te geven moet je dan 10 gulden of 50 cent betalen als klant. Nou, dat zou een model kunnen zijn. Maar, zei de jurist, misschien toch maar gewoon eerst even bellen naar meneer Wieboud. De wethouder van Financiën. Die begreep het probleem. Oh, zei Vissering, ik stuur je dat juridisch advies wel mee. Nou, dankjewel. Dat biljet dat was nog 3 of 4 weken in omloop. En arme heer Keegstra kreeg een telefoontje vanuit de wethouder. Kunt u het tijdelijk stilzetten? Nou, hij voelde erbij al hangen. Het werd stilgezet. De archieven van de Nederlandse Bank, die hebben nog een hele tekst van de heer Keegstra was erg in zijn nopjes met innovatie en dergelijke. Deze tijdelijke maatregel om op te schorten werd uiteindelijk definitief. En Wieboud die belde ook naar Vissering met de strekking. Ja, ik ga daar niet over. Het was een soort gesprek tussen heren van, maar ja, ga er maar vanuit dat dit verder niet meer uitgegeven wordt. Dus daar is op klassiek Nederlandse poldermodel manier achter de schermen juristen bijgehaald, overleg gepleegd, gentleman's agreement en einde oefening, einde innovatie. Dit biljet, daar zijn er dus ontzettend weinig van. Er is er dus als bewijsmateriaal eentje in het archief van de Nederlandse Bank. En als we naar de gids kijken, de catalogus Nederlands papiergeld, dan zien we daarin niet dit biljet, want dit was een productieversie. Dit was echt in omloop. Maar we zien daar de oude ontwerpen van het biljet. En daar hebben we dan eigenlijk zo'n voorbeeld van een modern monetair object, wat niet een munt of een bankbiljet is, maar daar wel heel dicht in de buurt komt. En dat is eigenlijk het hart van de discussie, van hoe kunnen we nou dit soort objecten verzamelen, beetpakken, ontsluiten? En wat is er nou, ja, wat is hier nou zo fascinerend aan? Nou, wat mij fascineert is dit ingewikkelde plaatje. Dat is namelijk een herkenbare irrationaliteit, noem ik het maar. Je hebt een soort overheidsniveau, je hebt een tussenniveau van collectieve belangenorganisaties en individuele aanbieders. En in die ontwikkeling van dat betalingsverkeer, van het niet kwartale betalingsverkeer, struikelt iedereen in een soort misverstand en misbegrijpen over elkaar heen binnen juridische kaders. En ja, je maakt er maar het beste van, daar komt het eigenlijk op neer. En er zit een logica in de rare manier waarop de mensen er het beste van maken. Dat is eigenlijk mijn stelling die ik ooit in dat proefschrift hoop toe te lichten. Maar goed, dat is mijn fascinatie. Er zijn natuurlijk allerlei soorten fascinaties die je met betaalmiddelen kunt hebben. Het kan gaan over macht en dwang van rond betaalmiddelen. De Chinezen zijn bekend vanwege de grote straffen. Veel landen, maar Chinezen in ieder geval, vanwege de grote straffen als je geld namaakt.
Het kan gaan over de plek van betaalmiddelen en hun rol in een politiek monetaire situatie. Een Griekse stadstaat die naast een zilvermijn woont. Ja, dan zit je lekker als je daar je betaalmiddelen van maakt. Het kan gaan over de techniek. Wat is nou precies de techniek waarmee je betaalt? Het kan gaan over innovatiedynamiek, zoals we net zagen. Prachtige innovatie op, in de kiem gesmoord. Het kan gaan over psychologie en prestige. Wie zet de handtekening op het bankbiljet? Er zijn hele sociale en rituele functies rondom betaalmiddelen. Of misschien wel rondom objecten die een bepaalde sociale functie hebben en daarna een betaalmiddel worden. Of andersom, die eerst een betaalmiddel zijn, dan vervolgens obscuur raken als betaalmiddel, maar nog wel een sociale functie krijgen. Er is natuurlijk de artistieke expressie. Ik heb hier een zelfgemaakt bankbiljet op verzoek van de kunstenaar Dada Ra. Die zei, kun jij een paar bankbiljetten voor me maken? Oké. Want hij was met een bepaald project bezig. Nou, ik mocht losgaan op dit biljet. En dat heeft de tekst Musical Notes Circulate Forever. Afhankelijkheid van instituties en recht, dat kan een perspectief zijn. Of publiek versus private sector. Er zijn, volgens mij, ik kan het niet overzien, maar volgens mij, of je wordt getrokken door de esthetiek van munten en je raakt erin verzeild en je ontdekt hoe leuk dat is, of je leest en leert steeds meer. Dus dat object wat je verzamelt, dat is een toegangspoort voor een heel breed spectrum aan perspectieven. En dat is volgens mij de charme van het verzamelen. Ik vul het maar even voor u in hoor, overigens, als u dat niet heel erg vindt. Maar dit is zo'n rijkdom. Ik vind het prachtig. En als ik dan vervolgens op mijn manier kijk naar deze chipknip, en ik ga dan weer datzelfde rijtje langs, dan zeg ik, kijk, u ziet daar gewoon een chipknip. Als u het verhaal van de chipknip niet kent, zegt u, nou ja, interessant, chipknip, ja, was wel grappig. De Engelsen die zeiden, chipknip, de Engelsen konden het nooit uitspreken. Dat is dan een anekdote die u wellicht heeft gehoord. Wellicht dat een slimmerik ontdekt van, hé, maar dat is gek dat daar Postbank op staat, want die hadden toch ruzie, die waren toch uit die chipknip gestapt, hoe kan dat nou? Nou, dat zijn dan dimensies die, als je dieper in het verhaal zit, dan zie je dat dit gaat over macht en dwang onder andere. Er was gewoon flinke strijd, psychologie en prestige tussen het ene deel van de bankenwereld en de ING, de PostGiro. Dit had heel erg veel te maken met innovatiedynamiek. Er was een telefoonkaart op de markt en er was toch de zorg dat niet-bankaire spelers de markt op zouden gaan. Dus dan moet je toch maar als banken zo'n chipknip doen. Dit heeft te maken met de stand van de techniek op dat moment. Er een hele discussie rond de publieke versus private sector. Dat is een beetje een kleuring van vroeger, zeg maar. Maar wie moet dit nou precies uitgeven? Is dat aan de banken om dat te doen, ja of nee? Ook toen circuleerde in de markt een aantal modellen waarbij centrale banken een vorm van elektronisch geld uitgaven of dat van plan waren te doen. Dus voor mij is één zo'n plaatje triggert een aantal van deze elementen. Maar goed, dat kan voor iedereen anders zijn natuurlijk. Je kunt ook naar een betaalmiddel kijken als een soort residu. Van wat is er nou aan het eind, als je een betaalmiddel kijkt, wat vertelt je dat over een gemeenschap? Nou, het vertelt je iets over een gemeenschap van een bepaalde omvang, met een bepaalde ontwikkelingstrap, zo noem ik hem maar. Dus wat is de stand van de techniek in die cultuur? Daar staan personen met elkaar in verbinding die met elkaar interacteren en daarom ook willen betalen. En dat doen ze met behulp van juridische spelregels en organisatorische betaalmodellen. Een soort van definitie die ik neer wilde leggen. En hier hebben we dan de variaties van de biljetten weer. Nou, als je naar voorbeelden gaat kijken, dan heb ik hier dat oude voorbeeld wat echt nog niet meer bestaat en zelfs niet eens op de markt is gekomen. Een prachtig sms-betaalsysteem. We hebben de betaalcheck. Deze betaalcheck is vormgegeven met in het achterhoofd. De banken gingen naar de Nederlandse bank. Ze vroegen, hoe moeten we de betaalcheck eruit laten zien? Nou, zei de Nederlandse bank één ding. We hebben in de jaren 20 ooit meegemaakt met de gemeentegiro. Die hadden 10 gulden opgezet. Dat gaan we dus niet doen. Dus je mag er van alles mee doen, maar je moet zorgen dat je dat bedrag pas invult door de klant. En dan mag je de beste garantie opzetten, verzin maar wat. Maar we moeten voorkomen dat het vaste coupures worden die kunnen gaan circuleren. Dus de vorm van de betaalcheck zit vast aan die geschiedenis van de gemeente Giro Amsterdam. Een cashcard van de NMB. We hebben een Belgische prepaidkaart. De chipknip hier, een expositiemodel. Dus een los uitgereikte chipknip. We hebben mobiel betalen met een WAP-telefoon. Rabobank direct betalen via internet. Passport Express Purchase, een webbetaalmogelijkheid uit het begin van het internet.
Switchpoint, het bellen met de 0900 nummer en op die manier betalen. Ook een mooi betaalvorm die van vroeger. Ideal, onlangs nog weer de verjaardag gevierd. Inmiddels een nieuw logo zie ik. Althans, dit is het oude logo. Eigenlijk een collectieve versie van het Rabobank systeem. Het Rabobank systeem deed internet betalen. Bankiers bedachten, het is veel handiger om dit gezamenlijk te doen. En het gezamenlijke product Ideal ontstond op die manier. De WWW-bon, dat lijkt op de VVV-bon. En dat was ook precies de bedoeling. Het was alleen de internetbon. Daarmee kon je betalingen via het internet doen. En ik heb hier een bitcoin-opslag. Dus in deze... hier hebben we een bankbiljet met een hologram wat je eraf moet krabben. En hier zit ook een stuk techniek in dat je los moet maken. En als je dat losmaakt, krijg je een opent zich de toegang tot een geheime sleutel. En die geheime sleutel geeft je het recht om digitale munten, bitcoins, te verschuiven op de blockchain. Dus we hebben een oerwoud aan voorbeelden. En we hebben natuurlijk ook de oude voorbeelden nog. Hier hebben we nog het giroboekje wat in de film gemaakt werd. En de biljetten die daar tevoorschijn komen. En elk van deze biljetten heeft een bepaalde plek hoe je het kan kwalificeren. Is het een kennisgeving? Is het een opdracht? Dat zijn allerlei zaken. Wat ik nog even eruit licht uit het archief van de Nederlandse Bank, omdat het gewoon te mooi is om het niet te doen. Hier zien we dat Vissering, de president van de Nederlandse Bank, een bericht van bijschrijving krijgt. En dan getekend door Keegstra. En Keegstra had al snel in de gaten dat Vissering... want het is 4 mei 1918, dat is echt kort nadat de gemeente Giro open staat voor het publiek. Dus Vissering is gewoon snel aan de bak gegaan. Die wilde die Giro een steun in de rug geven. En bij deze berichtkaart zit ook nog een hele brief van Keegstra. Die de loftrompet over Vissering uit. Zegt van wat ontzettend fijn dat u ons steunt. Enzovoort, enzovoort. Die dus direct zijn PR in orde maakt en zijn relatie met Vissering goed bouwt. Goed maakt, zeg maar. Dus dat soort mooie stukken zitten hier ook in het archief van de Nederlandse Bank. Inmiddels geloof ik in het Nationaal Archief ondergebracht. Maar als je al die voorwerpen nou bekijkt, hoe moet je daar dan naar kijken? Of hoe kun je nou munt en bankbiljetten en al deze moderne middelen op één noemer brengen? Nou, ik begin maar gewoon met twee mensen. En mensen die in een gemeenschap interactie hebben en een groep vormen. Ik zeg stam of staat en daarmee ga ik van hele kleine naar hele grote groep. En mijn these is de volgende, en het is volstrekt niet onderbouwd. Het is mijn residu van heel veel boeken lezen. Iedereen heeft in zijn hoofd per definitie een boekhouding. En ik heb de hartjes neergezet, omdat dat zeg maar de emotionele boekhouding is. Maar het leven bestaat uit verhoudingen en relaties en affecten die heel veel kleuren kunnen hebben. Allerlei kleuren, dat zijn die rode kleuren. En een geldelijke boekhouding, ja, is een fluitje van een cent. Ik heb nog 2 euro van jou te goed. Ja, dat is een slap aftreksel van die emotionele boekhouding. Dus mijn stellingname is, per definitie waar mensen zijn en het samenleven, is er een zeer complexe boekhouding. De geldelijke boekhouding is echt appeltje eitje. Die doe je er even bij. En die geldelijke boekhouding werkt in zekere zin hetzelfde als de emotionele boekhouding. Is alleen wat geformaliseerder en gestandardiseerd. En je kunt die geldelijke boekhouding met rekeneenheden, kun je eigenlijk al een heel eind komen. Dus al heb je nog helemaal geen betaalmiddelen of wat dan ook. Je converteert, je doet een mentale truc en je kunt met elkaar verrekenen zonder dat je kunt betalen zonder betaalmiddelen. Geen enkel probleem. Je geeft iets, je onthoudt het en je krijgt het later een keertje terug. Dus die hele situatie, betalingsverkeer zonder betaalmiddelen, prima, goed te doen. Dat doen we met onze interne boekhouding. Of je houdt bij, onderdeel van de interne boekhouding, wat je in natura geeft of brengt als prestatie of als goederen. En op een zeker moment in de ontwikkeling van een economie kan daarbij komen een gestandardiseerd instrument, een munt of bankbiljetten. En elk van de soorten van economieën volgens mij in vele, vele jaren tijd heeft op een zeker moment een bepaalde vorm van betalingsverkeer en betaalmiddelen gekozen. En de laatste die ik eraan toevoeg zijn de pasjes, zeg maar de moderne betaalobjecten. Ik denk dat het niet juist is om te zeggen dat er één vaste volgorde is. Je hebt een ontwikkelingstrap van een gemeenschap. En afhankelijk van de ontwikkeling van een gemeenschap gaat die route A, route B of route C. En de klassieke verhalen van eerst was de ruilhandel en toen gingen we munt en toen bankbiljet en toen dit en toen dat. Ik geloof er echt geen bal van. Het is gewoon enorm afhankelijk van de context. Als de Chinezen gewoon eigenlijk maar alleen maar heel simpele stomme muntjes kunnen maken en niet zo geavanceerd als die in Turkije, dan switchen ze in China gewoon veel sneller naar het meer geavanceerde bankbiljet.
dan in de mediterrane omgeving, waar ze een veel geavanceerder type munt kunnen maken en dus dat middel veel langer in de lucht blijft. Dat zijn dan zo van die gevoelsmatige gedachten die ik heb. Ja, het is gewoon een stuk techniek en dat stuk techniek heeft een levensduur. En ja, je hebt een heel spectrum aan mogelijkheden om met elkaar te betalen. Dus dat is een beetje het verhaal, dat is mijn bril. En dus eigenlijk is die pas is de vraag, is die pas nou het equivalent hiervan of is die pas nou toegang hiertoe? Ja, dat is dan de grote sleutelvraag. Hier zie je eigenlijk de pas over, als je het hebt over het betalen aan toonder. Ik zeg het toonder betalen is wat ik hieronder munt- en bankbiljetten noem. En toegang is de toegang tot de bankrekening. Nou, dat is een sleutelcriterium wat je kunt hanteren om betaalmiddelen in te delen. En hier heb ik links een eigenstandige functie, zeg maar een dashboard, waarin je zegt, nou, deze middelen die hebben toch echt een toonder karakter. Je kunt ze overdragen aan iemand anders en die kan er dan vervolgens mee gaan betalen. Daar is niks mis mee. Deze middelen aan de rechterkant, ja, die hebben zijn primair toegang tot een boekhouding. Hoewel je wel dit object, zie ik, de Bitcoin, die zou je ook aan deze kant neer kunnen zetten. Want het is wel toegang tot een boekhouding, maar je kan hem ook aan iemand anders geven. Dus die moeten misschien daar verplaatsen. En je hebt ook zaken die er tussenin zitten. Als ik nou die chipknip neem, die iedereen die naar een bepaalde expo ging in Nederland, gewoon, die kreeg gewoon 10 euro op een chipknip, kon je op een conferentie een kopje koffie mee kopen. Het zal wel 10 gulden zijn geweest op dat moment. Dan heb je een tonerinstrument. Dan is de chipknip een tonerinstrument. Maar als het een gepersonaliseerde chipknip is, met mijn naam erop, ja, dan gaat het dus vanuit mijn rekening naar die chipknip, staat het erop. En is het dan is het nou eigenlijk dan echt contant geld te beschouwen of toch een rekening? Nou, dat zijn mooie puzzels, maar je kunt denk ik elk betaalmiddel een plek geven op dit spectrum. En dat lijkt me een verstandig iets. Niet zomaar zeggen het is kwartaal of giraal, maar vervangen kwartaal en giraal door de begrippen toonder of toegang geeft een betere functionele indeling om betaalmiddelen in te delen. Dan als je naar die digitale wereld kijkt, dan krijg je dat die oude techniek van munt- en bankbiljet, dat is natuurlijk recht toe, recht aan. Maar die digitale techniek is zo gediversificeerd, je kunt oerwouden aan vormen maken. Nou, die komen er dan ook. Dus het moeilijke met het verzamelen, dat zien we aan deze plaat al, ik haal hem gauw weg, is dat het nogal ingewikkeld gaat worden als je in die moderne hoek terechtkomt. Want er is zo heel veel mogelijk. Nou, dan een ander onderscheid wat heel belangrijk is, wat ik naar voren wil brengen, is het onderscheid tussen een driepartij of een vierpartijen systeem. Als je een simpel munt bankbiljetten systeem neemt, heb je gewoon één uitgever, hoera, en die geeft munten uit. Het circuleert tussen partijen en het komt ook uiteindelijk weer terug bij de uitgever. Nou, dat kun je ingewikkelder maken met tussenrollen, zoals een bank die het distribueert en het weer ophaalt en geldtelcentrales. Maar je blijft in de kern in een driepartijen systeem functioneren. Dan heb je de tonerinstrumenten daarin gedekt. Je kunt ook met een kaartsysteem werken, waarbij iedereen een rekening bij zijn eigen bank heeft en die banken met elkaar weer afspraken maken om dit op te lossen. Dus dat is een ander onderscheid wat je kunt maken als je gaat kwalificeren waar valt iets onder. Dan kun je bij een munt- en een bankbiljet zeggen een driepartijensysteem. Maar als je dit pasje vervangt door een wisselbrief, dan heb je eigenlijk ook het model wisselbrief hier in een vierpartijensysteem staan. Iets anders geformuleerd, je kunt zelfs op digitaal niveau een driepartijensysteem hebben of een vierpartijensysteem en dan kan het ook weer heel ingewikkeld worden. Dus dit is mijn wereld van lekker ingewikkeld betalingsverkeer. Maar dat onderscheid tussen drie of vier partijen is een relevant onderscheid om te hebben. Want een driepartijensysteem is eigenlijk een systeem waarin één partij de baas is over de organisatie van het systeem. En bij een meerpartijensysteem heb je een gezamenlijke afspraak nodig. Dus daar zit een stukje individualiteit of gezamenlijkheid die een rol speelt. En dat bouwt verder op deze piramide. Ik heb deze piramide gebouwd aan de hand van een prachtig proefschrift van Frijda uit 1916. Dat gaat over de theorie van het geld. En Frijda zegt, ja, de reden dat we betaalmiddelen accepteren is omdat we de rechtsstaat en het monetair beleid, dat zijn de monetair beleid, die heb ik er zelf bij gezet. Hij zegt eigenlijk zelf, de rechtsstatelijke borging van eigendom creëert een setting waarin private contracten gebruikt kunnen worden en private instrumenten om betalingen aan elkaar te doen. En daar zit dan natuurlijk ook nog een toezichtkader financiële markten bij. Nou, die private contracten kunnen een paar vormen hebben. Je hebt een enkelvoudig systeem. De bol.com kaart. U zult allemaal zeggen, ja, dat is gewoon geld. Nou, dat is het niet. De bol.com kaart kwalificeert niet als geld. Bol.com is gewoon vooruitbetaald kopen bij bol.com. Je weet alleen nog niet wat je ervoor koopt. Maar als je dat zou kunnen kiezen,
dan kun je eigenlijk alles halen. Ja, maar het is nog steeds een bol.com kaart. En iets wat erop lijkt, is de App Store geld van Apple. Je kunt er eigenlijk van alles mee kopen, allerlei soorten liedjes. In de App Store kun je spullen kopen. En dat is ook een enkelvoudig systeem, maar met marktmacht. Dus daar heb je een enkelvoudig systeem met marktmacht neergezet. En met niet zo'n beetje marktmacht ook. Een ander model is dat je de Boekenbond pakt. Dat is eigenlijk een besloten groep. Allemaal mensen die met contracten samen aan elkaar vastgeknoopt zitten. Maar wel een vierpartijensysteem. Dus dit is in feite een driepartijensysteem. Dit is een vierpartijensysteem. En dit kwalificeert als geld. Nu krijg je de interessante situatie dat de Boekenbond formeel kwalificeert als geld onder de richtlijnen en onder onze wetgeving. De cadeaukaart niet, die verdampt gewoon na 2 jaar. Als je die hebt laten liggen na 2 jaar, is gewoon het geld weg. En bij de Boekenbond mag dat wettelijk niet eens. Dus je ziet al dat die indeling naar, als je probeert juridisch te kwalificeren en te zeggen, ja, maar dit is formeel geld en dat niet. Ja, voor de gebruiker maakt dat niet zo heel veel uit. En dan heb je, als je dit soort besloten systemen formaliseert en je maakt er open systemen van waarin iedereen objectief kan toetreden, zogeheten scheme-based systemen waar meervoudige meerpartijen systemen waarin je een licentie neemt op een bepaald systeem om dat te gebruiken. En ik heb als aparte subcategorie ook nog een open source systeem. Visa, Mastercard. In the end is er altijd iemand de baas, al is dat een heel groot collectief van partijen, maar daar hangen allerlei formele regels aan. Daar is alles afgedekt. Maar je hebt ook open source systemen en dat zijn Bitcoin bijvoorbeeld is een techniek die ontstaan is door een aantal developers die het mogelijk maakt om een boekhouding die op het internet staat of op een blockchain staat te muteren. Daar zit een waarde in vertegenwoordigd. Hoe die waarde zijn waarde krijgt, dat is aan de markt, laten we het zo maar zeggen. En er is niet echt één iemand de baas die kan zeggen, ja, maar jij mag mijn merk Bitcoin niet gebruiken. Dat is er niet. Dat is er wel bij dat soort scheme-based systemen. Dan heb je altijd een juridische eigenaar die de baas is of die het systeem in zijn totaliteit beheert. Nou, dat is niet voor Bitcoin het geval. Maar daarmee hebben we dan de smaken die je zou kunnen hebben qua type systeem benoemd. En ik denk dat je die smaken ook zou kunnen gebruiken bij het indelen en het verbreden van het raamwerk als je munt- en bankbiljetten verzamelt en ook moderne objecten. Dan krijg je het tonen karakter, het 3-4 partijen systeem en dat openheid of het eigenaarschap van het systeem. Welk type systeem is het eigenlijk? Dus mijn suggestie in het kijken naar dit onderwerp is, bij het verzamelen neem deze variabelen mee. Ze zullen op een andere manier allicht al meegenomen zijn, maar dit is even vanuit mijn perspectief, omdat ik nu het gevoel heb dat ik zowel munten en bankbiljetten als alle soorten voorwerpen die er maar zijn, hiermee een plek kan gaan geven. Je hebt natuurlijk ook vragen, wie heeft het ontworpen, wie heeft het geproduceerd, waar is het van gemaakt? Nou, dit geldt allemaal voor de moderne objecten, net zo goed als voor de oude objecten. Echtheidskenmerk, beveiliging, hoe te gebruiken. Alle vragen die we hebben voor de klassieke munten, bankbiljetten gelden net zo goed voor die moderne objecten. Ook of het een gelegenheidsobject is of een ceremoniële functie heeft. Dus dat is eigenlijk, als je het hebt over verzamelen, dan kun je met een verbreding van het raamwerk oud en nieuw naast elkaar in dezelfde database zetten. Laat ik het zo maar even simpel formuleren. Dus dat lijkt me stap 1. En dan sluit ik af met een definitie. Ik noem een modern of oud betaalmiddel een soms enigszins gestandardiseerd object, een rare nuance erin. Je kan ook gewoon zeggen gestandardiseerd object, dat in een gemeenschap met een bepaalde ontwikkelingstrap vanuit een bepaalde juridische en historische constellatie gebruikt wordt om bezit en waarde tussen twee personen en entiteiten over te dragen als uitvloeisel van een voorafgaande interactie en transactie tussen die twee personen. Want het begint eigenlijk onderaan. Er zijn mensen die hebben wat met elkaar, die doen een interactie, ze gaan iets overdragen en in de samenleving waarin ze zitten is er een bepaalde vorm waarmee je dat doet. En dat kan dus zijn verrekenen, dat kan zijn in je hoofd onthouden, dat kan zijn opschrijven, dat kan zijn objecten uitwisselen of rare dingen met pasjes en piepjes doen. Nou, laten we naar de verzamelsituatie nu kijken. Ik heb links de numismatische collectie. En ik heb hier, dankzij Sebastian van der Wiede, heb ik de Last Dodo. Dit was Katawiki. En je ziet eigenlijk, als je een beetje kijkt, dat daar automatisch ook al eenzelfde soort indeling is ontstaan als die indelingen die in de reguliere munt- en bankbiljettenhoek ontstaat. We hebben gewoon verzamelaars, fabrikant, reeks, soort, voorwerpen, ontwerpen, thema, materiaal. Dus alle vragen die je wil hebben, die je hebt rond het verzamelen, worden ook hier gesteld. Maar als je kijkt naar de feitelijke situatie, dan hebben we dus
al 100 jaar fantastische allerlei, en misschien en ook langer in feite, maar voor wat betreft het, de bril die ik nu even heb, de afgelopen 100 jaar al heel veel mooie objecten de revue zien passeren, die eigenlijk links en rechts een plekje krijgen. Onder andere, wat ik graag met financieel erfgoed doe, is dat soort momenten markeren van, weet je nog, 40 jaar geldautomaat, weet je nog, laatste Nederlandse girale betaling. Maar het is niet zo heel gestructureerd. En de vraag is, hoe ziet die wereld eruit? Dus je hebt volgens mij verzamelaars vanuit de banksector, die gewoon zelf hebben meegewerkt en helemaal betrokken zijn en snappen waar het vandaan komt. En je hebt de verzamelaars die om esthetische redenen of andere redenen, of vanwege een van de vele fascinaties die je kunt hebben, Sebastian van der Wiel heb ik hier neergezet. Ik weet niet meer hoe ik hem tegen het lijf ben gelopen. Hij is verwezen iemand uit het veld rechts. Verwezen hem naar mij door. Zei, jullie moeten met elkaar praten. En hij heeft echt een enorme bak telefoonkaarten. En is een voorbeeld van de verzamelaar die we zoeken. Als je het hebt over het onderzoek. Hoe ga je verzamelen? Hoe ga je moderne betaalmiddelen verzamelen? Dus ik heb hem hier neergezet. En ik kan me voorstellen dat we dat dit onderwerp, als we dat een vervolg gaan geven, dat we in ieder geval zijn kennis op allerlei mogelijke manieren kunnen gebruiken. Maar hoe bewaar je dan, als je dan gaat naar die nieuwe betaling, hoe bewaar je nou zo'n laatste girale betaling? Dus wat er rond 2015 gebeurde was, we gingen over naar Europees betalingsverkeer en ik realiseerde me, er gaat een laatste Nederlandse betaling zijn. Nou, ingewikkeld verhaal over of je nou wel of niet op welke datum mag betalen. Maar in ieder geval mocht je nog keurig netjes de afstorting van een betaling doen. Dus we hebben een event georganiseerd. Ik heb op het Digitale Museum een plekje. De plek waar we de laatste Nederlandse girale betaling hebben afgestort. En het certificaat is gemaakt door het bedrijf dat ons daarbij heeft geholpen. En ik heb hier een videoopname die ik oversla. U zult hem wel geloven. Het geluid doet het toch niet zo goed. Dus ik laat het heel even één plaatje zien. Dan ziet u even hoe dat eruit zag. Dat is dan de knopje indrukken. We hadden op deze automaat hadden we de datum stilgezet. En daardoor dacht deze automaat dat het nog begin december was. En dat hij nog prima een betaling kon verwerken. En dat klopt ook, technisch kon dat. Vervolgens doen we de betaling en hij maakt contact met de host. En de host vertelt hem dat het eigenlijk al heel veel later is. En schakelt de betaalfunctionaliteit uit. En dat was dus de allerlaatste betaling viraal in Nederland. Nou, de onderzoeksagenda. Hoe gaan we nou met het onderwerp aan de bak? Ik heb een beetje gehad over de raamwerk. Dus mijn gevoel is dat we dat raamwerk voor verzamelen iets zouden kunnen uitbreiden. En dat geeft ons een nieuw zicht op monetaire objecten. En misschien ook op monetaire objecten die we tot nog toe gemist hebben. We kunnen oudere betaalvormen en nieuwe naast elkaar gaan kwalificeren in het raamwerk. Dat lijkt me een mooie onderzoekslijn. En het verzamelaarsveld nog verder in beeld brengen, dat is evenzeer ik zou zeggen bijna onontgonnen terrein. En daarmee ontzettend aantrekkelijk onderzoeksonderwerp. Maar er zijn natuurlijk wel wat uitdagingen. Want zoals ik al zei, die nieuwe digitale technieken, die is zo fijnmazig. De kosten van technologie zijn veel lager. Dus je kunt, er zijn allerlei soorten van betaalvormen opgekomen en inmiddels alweer verdwenen. Want het is heel makkelijk om te maken. Als het niet werkt, dan gooi je het weg. En weg is het, zeg maar. En digitaal is het vergankelijker en sneller gedateerd. Dat is interessant. Zo'n munt uit Turkije uit 600 voor Christus, die blijft nog gewoon in de grond liggen. Die blijft goed. Die is niet zo vergankelijk. Maar ja, we weten eigenlijk helemaal niet die digitale techniek. Hoe en wie bewaart het? Ja, je bent het kwijt voor je het weet, volgens mij. We hebben het enige voordeel dat we film en video kunnen gebruiken om het vast te leggen. Maar we hebben weer een nadeel dat mensen zeggen, ja, maar wacht even, ik heb hier gewoon een pasje. Kijk, hier een prachtig pasje. Er staat wel een naam op. En ik heb de instructie om door te knippen. Dus de geschiedkundige die dan in de bodem zoekt, die vindt dan zo'n geknipt pasje. Nou, of hij vindt het helemaal niet, want hij wordt dan in de recyclebak gegooid. Geen idee. Maar er zitten wel wat nieuwe dingen aan dat verzamelen van nieuwe objecten. Het is een jong verzamelgebied. En we hebben niet een diepe traditie als een lokale numismatische kringen. Waarin we natuurlijk, dat is sowieso nu een lastig verhaal in het bijeenkomen met elkaar. Maar een traditie waarin je met elkaar bijeenkomt. Ja, wellicht is die er wel, maar ik heb hem nog niet op het netvlies. Dat zal in de verzamelsfeer een aantal mensen zijn die elkaar goed kennen. Maar ja, hoe dat, ik heb het zich niet. En dat lijkt me toch wel
heel mooi om dat te gaan uitzoeken. Dus ik hoop dat wat ik neerleg een inspiratie mag zijn voor onderzoekers na mij om dat te doen. Mijn plan voor de toekomst, noem ik het dan maar. Er ligt hier dus een kanjer van een prachtig mooi onderzoeksveld. Het is echt, het is gewoon, dit is smullen. Dit is echt een soort greppel waarin jij een soort virtueel de plastic pasjes en dingen je tegemoet komen. En ik wil graag vanuit financieel erfgoed ook echt op allerlei mogelijke manieren meehelpen om dit een slag verder te brengen. De lezing voor vandaag is een soort aanzet, een soort houtskoolschets met gedachten. Ik hoop in de gelegenheid te zijn die eventueel wat verder uit te werken. En ik ben 100% committed om wie er dan ook met dit onderwerp verder gaat te ondersteunen en te helpen met contacten en uitleg en gewoon alles wat er is. En heel praktisch lijkt me ook, ik had wat serverproblemen, maar hoe dan ook, dit is de webpagina en de website die ik eigenlijk in de lucht breng, waar ik de lezing wil publiceren in ieder geval, zodra die digitaal is, de slides, en ook een contactpunt wil creëren, zodat verzamelaars elkaar kunnen treffen, en we rond dit nieuwe onderwerp, eigenlijk in ieder geval een centrale digitale numismatische moderne betaalobjectenkring hebben. Kunnen we tenminste digitaal met elkaar bij elkaar komen. Dus dat leek mij een mooi plan voor de toekomst. En ik heb werkelijk ontzettend veel andere dingen die ik nog wilde vertellen allemaal weggegooid. En wellicht dat ze in de vragen komen. Volgens mij nader ik nu langzaam het einde. En ik vroeg mij af, zouden we dan over 5 jaar ook niet de naam van het genootschap moeten aanpassen? En zou dat dan niet Koninklijk Nederlands Genootschap voor Mooie Pinpassen moeten worden? En met die gedachte geef ik graag het woord aan Annemiek of Sjors. Dank je, Simon. Dit was een hele fraaie houtkoolschets. Met raakvlakken vanuit verleden naar heden en naar de toekomst. Je hebt ons heel duidelijk gemaakt hoe uitgebreid de scope van dit hele verhaal is. Dat er heel veel werk te doen ligt. Maar je hebt ook een aantal heel duidelijke richtlijnen gegeven. Dank voor dit heel erg boeiende verhaal. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn. Ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn. Dus ik stel voor dat we gewoon de discussie beginnen. Aan wie kan ik het woord geven? Ik zag dat Pim Meuring zijn hand op had gestoken. Klopt dat, Pim? Dat was een hand voor applaus. Nog beter. Inderdaad. Dan doe ik mee, inderdaad. Oh. Ja, ik wilde eventjes zeggen, omdat dat mijn functie was om de chat bij te houden. Ik denk dat iedereen even sprakeloos was als ik. Want tot nog toe waren er geen vragen in de chat. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken, Simon. Ik zet mijn bijdrage weer op mute. En dan kun je rechtstreeks naar de chatvragen gaan. Oké, gaat Bitcoin en andere cryptomunten ook verdwijnen door een gentleman's agreement? Ja, dat is een mooie reflectieve vraag. Je zou kunnen zeggen, ik zat bijna te denken, valt die buiten het bestek van dit verhaal, maar eigenlijk niet. Want je zou wel. Ik denk dat je zou kunnen zeggen, als je naar Bitcoin en cryptomunten kijkt, ik zit even te kijken naar ons publiek. Dat zijn dus ingewikkelde digitale. Ja, laten we zeggen maar digitale kralen. Laten we het zo gewoon maar noemen. Het zijn cryptomunten, leg ik even uit aan u, dat zijn digitale kralen. Maar digitale kralen, zoals u weet, er zijn stammen in Afrika die dat heel interessant en veel waard vinden. Of dat is mij dan bijgebleven. Of een gemeenschap kan aan een object een bepaalde waarde toekennen. En als je weet dat van een object weinig zijn, dus voor Bitcoin er zijn er maar 21 miljoen. En je weet zeker dat die niet bijgedrukt worden en bijgedrukt kunnen worden door de techniek, dan is een bitcoin op dit moment een van de meest interessante investeringen om te doen, want je hebt een iets wat waarde heeft, je zou het kunnen overdragen, er zijn er maar 21 miljoen van, vraag en aanbod, dus die bitcoinkoers die gaat omhoog. Maar bitcoin heeft een zeer sterk, zeker vanuit het begin, een gevoel van criminaliteit, het is allemaal niet in orde,
Er zijn, net zoals in het verleden bij nieuwe aandelenhosters, gewoon aandelen gedrukt zijn van bedrijven die helemaal niet bestonden, of obligaties van landen die niet bestonden. Ja, dat is in deze nieuwe technieken ook. Alles wat in de oude wereld gebeurde, flutobligaties die niks waren, mensen die de boel oplichten, dat gebeurt in de nieuwe wereld ook. En alles wat in de oude wereld gebeurt, namelijk geldwitwassen, money laundering, dat soort zaken met cash, gebeurt in de nieuwe wereld ook. Nu heeft die Bitcoin en die cryptomunt een slechte naam. En een zodanig slechte naam. Het punt is een beetje, het gebruik van deze vorm van waarde is sterk gerelateerd bijvoorbeeld aan, als je kijkt naar Venezuela en je woont in een land met heel veel inflatie. En je hebt familie over de rest van de wereld wonen en jij woont in Venezuela en je hebt daar geld. Dan kun je vrij snel een lokale conversie doen naar Bitcoin en die Bitcoin naar Amerika sturen. Of andersom, vanuit Amerika Bitcoins krijgen van je familie en die lokaal omzetten naar de valuta. Dus waar je vroeger gevangen zat als in je land, in het systeem, monetaire systeem van je land, biedt Bitcoin als techniek de ruimte om onder je overheid vandaan te ontsnappen. Dus in sommige landen van de wereld is dat ook een van de vitale functies die Bitcoin heeft. Dan zijn er nog heel veel filosofisch en theoretisch en geloofsbelijdenissen rond Bitcoin. Dat is gewoon even een gegeven, daar blijf ik even vandaan. Bitcoin is een techniek die een aantal functies heeft. Dat onder de druk van je overheid weggaan is er één. Maar dat is juist ook de reden die een tegenbeweging uitlokt vanuit overheden. Want er kan dus buiten het zicht en bereik van overheden wat gedaan worden. En je kunt zien dat waar er geen rechtsstaat is, of waar monetair beleid niet in orde is, daar is het gebruik van Bitcoin hoog. Want de bevolking zit klem en ontsnapt aan de hand van Bitcoin aan haar eigen overheid. Dus alle landen waar je kunt een staatje maken waarin je de mensenrechten pakt, de rechtsstaat in een bepaald land en het gebruik van Bitcoin, en je zult zien hoeveel correlatie daartussen zit. Onderdrukkende regimes verbieden ook de Bitcoin, want het is te veel een tool in handen van de burger en te weinig in handen van de overheid. Dus dat geldt voor de niche van landen waar het niet goed gaat. En dan generiek wereldwijd is het zo dat verzameld in de Financial Action Task Force on Fraud, zeg maar de internationale fraudebestrijders, althans dat vinden ze zichzelf. Het zijn eigenlijk de internationale belastingambtenaren, want het zijn niet de internationale ministers van justitie, maar de internationale ministers van financiën die bang zijn voor witwassen. Maar die vinden zichzelf de fraudebestrijders van de wereld en die doen wel erg hun best om eigenlijk al die open systemen terug te duwen naar gesloten systemen die heel erg op banksystemen lijken, die je dan kan controleren, waar je meldplicht moet doen. Dus je kunt voorspellen dat tussen nu en 5 à 10 jaar de open variant van Bitcoin als betaalmiddel die nu vrij makkelijk gebruikt kan worden, steeds minder makkelijk gebruikt kan worden, dat er vanuit de regelgever daar een koevoet in gezet is. Ze zullen niet verdwijnen, maar ze zullen effectief zo gecriminaliseerd worden dat je wel 3 keer nalaat om je vingers eraan te branden. Dus verdwijnen doet de techniek zeker niet. Maar er is wel sprake van een in mijn ogen te oppressieve benadering. Want de alternatieve benadering die je zou kunnen hebben is zeggen, die cryptomunten zijn een publiek goed. Het is een publiek domein oplossing. Die kan te goede en te slechte worden gebruikt. We moeten niet overdreven focussen op het slechte. Die Bitcoin is een van de goedkoopste technieken om, als je geen geld hebt en toch iets voor de eeuwigheid vastgelegd wil hebben in een digitale administratie, kun je met een Bitcoin transactie je eigendombewijs registreren van iets, of vastleggen dat je op een bepaalde dag iets gezegd hebt of andere zaken. Er is heel veel meer facetten zijn er aan Bitcoin en cryptomunten dan alleen dat witwassen. En we gooien echt het kind met het badwater weg als we alleen maar met die witwasbril dat doen. Dus ik zou mogen hopen dat ze niet verdwijnen, omdat het een publieke infrastructuur is die niet als zodanig erkend wordt. En de realiteit is dat als er weer een extra aanslag komt, dan is dat voor de regelgevers aanleiding om die munten steeds verder het putje in te duwen. Dus een lang antwoord, maar dat is dan denk ik wel het antwoord op de vraag. Simon, dus vanuit jouw perspectief moeten we eigenlijk nu als een razende al die cryptomunten gaan verzamelen, omdat ze straks weg zijn? Nee, en nu wordt het ingewikkeld. Want dat gentleman's agreement van die internationale witwasbestrijders maakt een split tussen bitcoins die je soort van bij de bitcoinbank hebt staan en die je in je eigen portemonnee hebt zitten. Dus de vraag is, welke van die bitcoins moet je nou hebben?
welke wordt straks meer waard? Dus je krijgt echt een, net zoals je de officiële wisselkoers tussen de dollar en de slotty had, en de onofficiële wisselkoers tussen de dollar en de slotty. Het is alle twee een slotty. En je kunt alle twee bijna hetzelfde mee doen. Maar de wisselkoers is anders omdat die in een ander domein gebruikt wordt. Dat is wat we in mijn beleving gaan om. Is nog niet zo ver, het duurt nog even 3 jaar, maar dat is waar het naartoe beweegt in mijn beleving. Bitcoin is niet 100% anoniem, dat is volledig correct. Het is een bankbiljet wat je gewoon van geboorte tot de rest van zijn bestaan kan volgen. Dus dat is juist. Hoe definieer je moderne betaalmiddelen en wat is de césure? Waar is die op gebaseerd? Even kijken. De definitie voor, dus tussen modern en gewone betaalmiddel? Ja. De césure zou zijn dat je een... Ja, dit is een hele goede vraag. Ik zou intuïtief op zoek gaan naar het verschil tussen modern en niet modern, naar bij de intrinsieke waarde die een goed kan hebben als commodity. Dus de alternatieve mogelijkheid van een dus de gouden munt die ook zijn intrinsieke goudwaarde behoudt. Daarvan kun je zeggen dat is de klassieke vorm, zou ik dan zeggen. En zelfs het bankbiljet is dan eigenlijk al een moderne vorm. Want het bankbiljet is toch een belofte met een bepaalde infrastructuur en een rechtsstaat erachter, waardoor die een bepaalde waarde krijgt. Dus dan begint het modern eigenlijk veel vroeger dan dat we nu de indruk hebben uit jouw verhaal. Als ik voor de vuist weg deze vraag krijg, dan is dat wel mijn indruk. Omdat je eigenlijk ook al bij die bankbiljetten destijds, en dat zie je in dat boek van Vrijda terug uit 1916, een hele discussie krijgt van ja, maar waar zit nou die waarde? En zit die nou in het feit dat het onwisselbaar is naar goud of niet? En eigenlijk zegt Vrijda, de waarde van al die objecten die zeg maar... Zo begrijp ik hem, laat ik het zo zeggen. Van alle objecten die niet een commodity value hebben, zeg maar, scharnieren eigenlijk niet zozeer op het feit dat de overheid zegt dat het wettig betaalmiddel is. Of dat de overheid het accepteert voor belastingbetaling. Maar dat iemand anders het accepteert als betaling is cruciaal. En het feit dat iemand anders dat accepteert, heeft een randvoorwaarde. Omdat die ander weet dat hij in een rechtsstaat woont, waar hij naar de rechter kan gaan en zijn bezit terug kan claimen als er iets misgaat met de transactie. Dus de rechtsstaat die onder een transactie zit, is eigenlijk datgene, en het vertrouwen in die rechtsstaat, is datgene wat de overdracht schraagt. En wat maakt dat je een munt of een handeling, een piepje bij een terminal accepteert als een betaling. Wat natuurlijk gewoon een raar soort theater is. Hoe is het mogelijk dat we met elkaar dat, met z'n allen elkaar zo in zo'n fopwereld hebben gebracht, dat we wapperen piep en dan vinden we dat er betaald is. Ja, daar zit dus die hele basis onder, maar in de kern de rechtsstaat en een stabiele waarde. En niet zozeer de declaratieve functie van het is wettig betaalmiddel of niet. En als ik die split moet maken, dan zeg ik nou iets wat je op een andere manier ook kan gebruiken en ook een waarde heeft. Heeft daarmee een ankerpunt in waarde. De biljetten aan zich, als er iets misgaat met die rechtsstaat, dan zijn ze direct waardeloos. Dus het zit in het fiduciaire. Nou, dat is de vraag of die term past. Het zit in het rechtsstatelijke, zou ik zeggen. En dat is misschien net iets anders. Ja. Oeh, dat is een lange vraag. Oké. Mr. Yossi, thank you for your question. Sorry for having done this all in English, in Dutch, but that was the deal. Perhaps I'm going to do this one in English as well. So your question is the notion of virtual cryptic coin or credit cards, is it born when the first fiduciary coins appeared? And what is there in common? I have a reflection that may answer your question, even though I may not understand your question completely. So bear with me, please, on this one. I was pointed out by someone when I was on the internet discussing things about tokens and coins and where the difference was. Someone pointed me to the end of the Bronze Age and the fact that in the medieval Europe, there was a very integrated economy that then
crumbled down. And this economy did not have coins as such, but used a variation of mutual accounting in some form or another. And there's another book that I read on the differences of the use of coin versus banknotes in a sort of technological sense. I alluded to that in the talk earlier when I said the difference between the Chinese moving quickly from simple money to more complex banknotes, while Europe was sticking with the more advanced standardized coins. My feeling is that the that the form of money may be anything between people. So when I made this difference between modern and non-modern objects, it is effectively too small a scope. Because your scope in terms of looking at payments and payment systems, when you look at it from a payments perspective, should be the mental accounting that people do. So the mental accounting, the actual accounting, whether they keep track of each other's obligations, and forms of money or transactions with which you pass on obligations or provide gifts and such. So my feeling is that humanity will, depending on the development stage of a society, you will have a form of money that suits the DNA of that society of that moment in time. And then from a payments perspective, it is more interesting to figure out what are the orders of use of these different forms of money and these different forms of transacting. Because if right now all the electricity fails, we can go back to manual accounting. We'll just write it down. And if there's sufficient trust in society, we don't need any monetary objects at all. So I haven't scratched the surface, and I have a complete non-understanding of this whole historical subject. But if I try to use my payments glasses, I have the feeling that there are four types of payments that are interesting to look at, rather than figuring out whether this object is more or less fiduciary. Because I hope this comes in somewhere near to something of an answer, but it's the best I can give for you at the moment. I'm really not as schooled as you are. Sorry, if I may go giving a little more. Thank you. First of all, thank you very much for the excellent presentation and for answering the question. What I mean more or less is that sometimes we tend to focus on the medium, and we are forgetting what is a transaction, regardless of the fact that this might be a pre-monetary economy. It is before the invention of coinage as we define it. When it comes to electron coins, which is fiduciary by definition, now we have no doubt about it. When it comes to classical Greek, Roman, medieval, or modern coins, or bitcoins, what is even more interesting at the end of the day is that between two involving parties, there is the notion of trust. And regardless of the fact that we are using a credit card, fully agree. A crypto card. So my question is that sometimes we tend to complexify things to make them even more complex, when things are tend to be very common from the very beginning of the human history, if you want. When people started doing transactions, they did it by exchanging things or goods or defining them one way or another. And Bitcoins in the future, let's take the most trendy of all of them, is also a matter of trust. Speculation is also involved, things like that. The medium is not important at the end of the day. It might be important for a collector, it might be important for the numismatist, it might be important for us. But at the end of the day, this is simply a medium for facilitating the exchange. Okay, I see where you're driving at. What I found very important
is to start out with these two humans being in a group, because it starts with being human and with interacting. And before you have any payment, something else is going on between people. So the payment is always derived from something else that happens between humans. You want to give something, or you want to exchange, or whatever. So there's always this preceding transaction. If you're modeling a payment, you cannot model the payment without its context. And we often forget the context. Now, I agree on the fact that it's all about trust. But what I dislike about the trust concept is that it's too vague. It's about trust, yeah, sure. But what I like about the dissertation by Freida is that, and he's been misquoted afterwards by Vrijn Stewart in literature to a hefty degree. We should read the old Freida book again, because at that point in time, there was this Knop theory on the declarative state of money. If the state says it's money, then it's money. And Freida was misunderstood to be in that side of the discussion, but he wasn't. He was just saying, look at the foundation of the state. If there's a justice in the state, if property is guaranteed within a state, then you can develop forms of trust via which you can use other kind of payment mechanisms. And I find that to be, and this combined with the fact that the public accepting something is the driver for payments, I find that to be the most elegant description and foundation for what people too easily call trust, without pointing where the trust comes from. The trust comes from having a legal setting which provides safety and security, so that objects are yours and you know you can address stuff when things go wrong. And if that's not in place, you will sort of revert to perhaps different forms. So that's that would be my reflection. I agree with you, and I'm in favor of the trust concept as outlined by Freida. That's basically what I'm saying. And have a look at this book, because it's really the phrasing "ontwikkelingstrap" is from his book. Sorry, am I allowed to? Oké, ja. Ik had een vraagje. Ik zal het proberen kort te houden. Allereerst bedankt voor het raamwerk wat je in ieder geval hebt geschetst. Ik denk dat dat al een heel belangrijk startpunt is. Want het toont ons inderdaad hoe complex het is. Niet alleen om na te denken over het verzamelen en conserveren, maar ook gewoon het begrijpen van al die financiële structuren die de afgelopen decennia zijn opgekomen. En mijn zorg, en ik zeg dit als financieel historicus, bestudeer ik hoe mensen aan de hand van geld of aan de hand van contracten transacties aangaan. Ja, mijn zorg is een beetje, hoe kunnen we vanuit het oogpunt van conservatie al die razendsnelle ontwikkelingen een beetje in kaart brengen en eigenlijk ook een soort public record daarvan maken. Dus mijn vraag is eigenlijk een beetje, hoe moet ik me dit vakgebied waarbij programmeurs, IT'ers dus aan het werk zijn, ondersteund door economen, financiële economen, doen die verslag ergens van hun innovaties? Bestaat er een vakliteratuur waarin innovaties worden vastgelegd? Of is dit echt alleen maar programmeren, het mislukt en het verdwijnt? Is er al een soort record ergens? Waar ik direct aan moet denken is dat in die tijd van dat eerste internetgeld, toen heeft de Europese Commissie een European Payment Systems Observatory opgericht, waarin een database werd gemaakt van allerlei variaties van betaalmiddelen. Ze doen dat nu ook voor blockchain weer. Blockchain Observatory, dus je ziet dat is een bron. Ik zou haast zeggen, je hebt ook je hebt van die media sites waar de nieuwtjes van de industrie worden gemeld, zeg maar. Nou, dat is een oerwoud aan informatie, waar natuurlijk iedere leverancier zijn eigen trucjes graag erin brengt. Of iedere bank of innovator vraagt in de pers staat. Ik denk
Ik denk toch dat je ook een soort natuurlijke evolutie moet gaan toepassen. Want je zou misschien voor ja, het is misschien een beetje vergelijkbaar met... kijk, ik heb hier achter me dat boek met ook alle vormen van noodgeld en alle variaties daarvan. Ik zou haast zeggen, nou, dit is de laatste keer dat het je nog net lukt in die bankbiljettenwereld. Dat je kan zeggen, ik heb een uitputtende encyclopedie, maar dat gaat je gewoon digitaal niet lukken. Dus je zult waarschijnlijk gewoon genoegen moeten nemen met het gegeven dat je zegt, ja, de grassprietjes die groot genoeg zijn geworden en die ik in een aantal plekken tegenkom, dat zijn de sprietjes waar ik het mee ga doen. En ik ga er een hoop missen. Maar ja, dat dus volgens mij is dat is volledigheid niet, zeker niet meer mogelijk, zeg maar. Maar het is wel mogelijk om door die indirecte bronnen en door de hoeveelheid aan media die er is en vastleggingen die er zijn, om daar te komen. Maar ja, dan is het ook weer een kwestie van, ja, maar tot op welke hoogte is het dan nog wel of niet interessant? Want dan ben je op een gegeven moment heel erg diep aan het gaan in een variant, die in een technische variant die in essentie iedere keer hetzelfde is, maar net even een andere verschijningsvorm. Ja, dan denk ik ook van ja, dat voegt niet zoveel toe aan je plaatje toe. Dus dan heb je eigenlijk de noodzaak om op grond van waarschijnlijk een innovatietypologie te zeggen, dan wil ik deze karakteristieke brokken uit de innovaties bekijken. Dus waarom is dan bijvoorbeeld, dus een voorbeeld is, in Frankrijk en Engeland en Amerika zijn er heel veel checks. Gewone, niet gegarandeerde betaalchecks, maar gewone checks. En waar ik op een gegeven moment in een juridisch boek uit 1920 tegenaan liep, was zo'n zijdelingse observatie van een jurist die zei, ja, iedereen weet natuurlijk dat die gasten die check verzonnen hebben, omdat ze eigenlijk de bill of exchange gebruikten, maar daar zat postzegelrecht op, stamp duty op. Maar door een check van te maken en eigenlijk hetzelfde te doen, waren ze opeens het zegelrecht kwijt. En kijk eens naar het verschil in prijs. En als je dan het verschil in prijs ziet die dat oplevert bij de betaalmiddelen, snap je direct dat de check een instrument is geweest om gewoon belasting te duiken en goedkoper te verwerken. Dan heb je per land weer in verschillende innovatiepaden. Maar ik denk dat in die sfeer dat je dan meer soort karakteristieke... Ja, het is een beetje op zoek gaan naar de olifantenpaadjes die ingesleten raken. En misschien af en toe een zijpad dat wat obscuurder is om te onderzoeken waarom is dat dan doodgelopen. Maar het gaat zeker niet lukken om al het onkruid ook nog eens een keer te inventariseren. Want dat wordt echt te talrijk, zeg maar. Ik zag nog één vraag in de chat, Simon. De staat van onderzoek in het buitenland. Even kijken. Wie geïnteresseerd is in dit veld, dus de staat van onderzoek weet ik niet, want ik heb echt geen uitputtend onderzoeksoverzicht. Wat ik wel weet is het volgende. Er is een Amerikaan, die heet J.P. Koning. Die heeft een blog, die heet Moneyness. En dat is iemand die zowel in de huidige wereld staat als in de oude wereld. Qua kijken naar betaalmiddelen en dergelijke. En hij heeft ontzettend veel blogs gemaakt. En hij houdt ook veel onderzoeken bij. En als je zou willen uitzoeken hoe het zit, of wat er beweegt, zeg maar, is hij een fantastisch goede bron. De staat van onderzoek op het gebied van verzamelen of verzamelen van telefoonkaarten en dergelijke. Ja, ik ben gewoon echt de praktijkman uit het betalingsverkeer die binnen wil not en zegt, nou, als ik er met mijn brilletje naar kijk, zie ik dit. Maar dat antwoord is echt, daarom zou het zo heel mooi zijn als er een vervolg komt naar volgend jaar toe. Ik ga heel graag met wetenschappers dat verdere contact aan, zodat onderzoekers kunnen onderzoeken en ze kan meenemen met mijn bril en daar, ja, we daar een slag kunnen maken. Dat lijkt me mooi. En ik denk, ja, we zouden daar eens wel eens op voorop kunnen lopen. Ik weet niet of er zoveel onderzoek gedaan is op dit vlak. Nee, maar ook in het buitenland, als je daar onderzoek naar zou doen, dan loop je al heel snel tegen dezelfde problemen van kwalificatie, indeling, grensbeperking of afrastering, hoe moet ik het noemen. Daar loop je ook tegen aan. Maar daar is ook op dat gebied, weet je niet of daar dingen, initiatieven zijn.
Nee, wat ik wel heel gericht heb gedaan, is dat ik het raamwerk zoveel mogelijk op een functionele manier heb beetgepakt. Natuurlijk is iets altijd juridisch ingebed in een bepaalde samenleving. Maar je kunt, je kunt de werking van een systeem eigenlijk altijd wel weer functioneel reduceren. Terugbrengen tot, oké, maar dan zijn deze entiteiten die doen dit, die doen dat, die doen zus, die doen zo. En dan... leuk als ze het in een bepaald land op een manier X kwalificeren, maar als het functioneel toch gewoon Y is, dan kun je tenminste wel een soort de categorie hetzelfde gaan hanteren. En dan kom je ook misschien toe aan observaties die te maken hebben met innovatie en die in het fiscale of juridische domein liggen, waarom een bepaald instrument meer of minder succesvol is geworden in een bepaald land, zeg maar. Want het begint toch ook dat je vanuit het geraamte, de röntgenfoto van de functionaliteit, dat je dat als startpunt kiest. Ja. Dank je. Volgens mij zijn er geen vragen meer, Simon. Dank je wel. Dan geef ik nog een keer het woord aan Sjors. Ja, als er geen vragen meer zijn, dan betekent het dat jij alle vragen beantwoord hebt. ik wil je ontzettend hartelijk danken voor dit boeiende verzicht. Je hebt heel duidelijk gemaakt dat... dat in een begin is, een houtkoolschets, zoals je het zelf noemt. Ik denk dat ook terecht is. En dat dit een wereld te winnen is. Wat ik ook zie is dat ik denk dat je eigenlijk pas goed over deze nieuwe middelen kunt buigen, als je ook begrip en kennis en ervaring hebt van de oude middelen. Dat levert inzichten op die ook bij de nieuwe indeling van belang zijn. Nou, nogmaals, heel erg hartelijk bedankt. Het is gebruikelijk dat wij de spreker na afloop een erepenning overhandigen. Dat is de Van Gelderpenning. Nou, dat gaat natuurlijk heel erg moeilijk op dit moment, want digitaal kan dat niet. grote digitale probleem bij dat ik niet zichtbaar ben. Maar ik heb achter de schermen tijdens jouw verhaal geregeld met de penningmeester van het SNP en van het genootschap, Jeroen van Gessel. Die heeft een tweede exemplaar. En ik kan het je niet overhandigen op dit moment, maar ik kan het je wel even laten zien. Dus ik wou Jeroen even vragen om nu de penning in beeld te houden. Dan weet je in ieder geval wat je ooit een keer gaat krijgen. Ja, prachtig. Prachtig. En wil je hem ook even omdraaien? Ja, fantastisch. Ja, ik voel me enorm vereerd dat ik in het rijtje van de lezinghouders mag staan. Dat is... Je begrijpt dat het op dit moment uitsluitend fiduciair is. Je moet er maar op vertrouwen dat je hem krijgt. Hoe we dat gaan doen, moeten we gewoon samen even een keer bekijken. Ja, daarmee komen we eigenlijk aan het einde van de Van Gelder lezing. Ik wil jou hartelijk bedanken voor je verhaal. Ik wil de Nederlandse Bank bedanken voor het mede mogelijk maken en het technische kader. En ik wil ook een woord van dank uitspreken naar de Van Gelder Commissie, die toch een heel erg interessant en heel erg actueel onderwerp op de agenda gezet hebben. En ik heb het idee dat we daar nog niet klaar mee zijn. Ik dank jullie vriendelijk. Doei.